Bas, welkom in Beverwijk. Je gaat een collegeles geven vandaag. Wat is het thema en wat kunnen de deelnemers verwachten? Het thema is van het college vanavond is van kennis naar emotie, van ratio naar emotie. En ja, rode draad is eigenlijk een beetje hoe je eigenlijk uit het hele technische gebeuren van de fotografie wil komen, zodat je uiteindelijk wat ruimte in je hoofd gaat krijgen om wat meer van je creativiteit gebruik te maken. Dus ja, wat de deelnemers kunnen verwachten is natuurlijk veel foto's. Ik hoop ook een boel inspiratie en ideeën. Maar ook heel veel tips, trucs, dat soort zaken. Voor wie is deze lezing eigenlijk interessant? Ik denk voor iedereen die geïnteresseerd is in de fotografie. We gaan het natuurlijk specifiek hebben over landschapsfotografie. Maar ik denk het verhaal, het thema van het verhaal is eigenlijk wel op iedere vorm van fotograferen toepasbaar. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit of je nou beginnend bent of je bent gevorderde. Voor iedereen zit er wel wat in. We hebben het over de fotografen of de mensen die daarin geïnteresseerd zijn. En dat is al een heel oud vak, hè? Als ik nou kijk naar de fotografen van 30 jaar geleden, dan waren dat toch wel mensen met toch wat kennis van fototechniek. En is dat tegenwoordig nog steeds zo'n pre of is dat aan het veranderen? Nou, ik denk als je kijkt naar de fotografen van 30, 40 jaar geleden, die hadden heel veel kennis van fototechnieken, maar dat was ook een beetje noodzaak. We hebben natuurlijk de luxe in het digitale tijdperk dat we eigenlijk direct kunnen zien wat we goed of slecht doen, hè, wat we goed of fout doen. En daar kun je ook gelijk van leren en daar kun je ook gelijk op anticiperen. Ik heb zelf ongelooflijk veel respect voor zeg maar even de fotografen die mijn voorbeelden waren. Ja, die nog moesten werken met handmatig scherpstellende camera's en lenzen. Ja, probeer dan maar eens een vogel in vlucht of een rennend jachtluipaard te fotograferen. En je kan maar 1 of 2 beelden per seconde maken. Natuurlijk waren dat vakmensen. Aan de andere kant is het ook zo, omdat het voor ons misschien technisch nu wat makkelijker is. Is de voldoening ook wat sneller te halen uit de fotografie, denk ik. Je kunt sneller mooie resultaten behalen. Ja, en ik denk ook dat wij ons niet zo heel veel meer bezig hoeven te houden met de techniek, omdat het ook niet meer zo belangrijk is. We kunnen ons meer focussen op onderwerp, verhaal, emotie, dat soort zaken. Beeldmateriaal tegenwoordig is ook onderdeel van social media. Het aanbod is eigenlijk geëxplodeerd, hè? Als je op je telefoontje of op je laptopje of op je tablet kijkt. Hoe kun je als amateur het verschil gaan maken? Ja, sociale media is voor, denk ik voor iedere fotograaf ontzettend belangrijk tegenwoordig. Het is ook voor mij puur, ik noem het maar even, een soort marketing tool die je hebt om te laten zien aan je bestaande en aan nieuwe klanten wat je kan. Ja, om als amateur onderscheidend te zijn daarin, ik denk dat je maar 1 ding kan doen. En dat is niet anders dan 30, 40 jaar geleden. Laat je foto's voor jou spreken. Als jij goed materiaal maakt, je maakt onderscheidende foto's, dan kom je vanzelf wel bovendrijven. En dat kun je maar op 1 manier doen. En dat is niet te veel met sociale media bezig zijn. Dat hoort er wel bij. Maar vooral veel in het veld fotograferen. Ik zie dat er ook nog wat aandacht is, of eigenlijk wat meer aandacht komt voor de analoge fotografie, de filmrolletjes. Wat is jouw visie daarop? Is dat de laatste stuiptrekking of is daar werkelijk iets weer aan het gebeuren? Ja, er is wat meer aandacht inderdaad voor analoge fotografie. Het is een beetje een hype. Je ziet het heel veel onder jonge mensen, ook studenten die veel met analoge camera's werken. Ik denk dat analoge fotografie ook altijd wel een beetje zal blijven. Ik vergelijk het wel eens met de langspeelplaat in de audiowereld. Natuurlijk is cd-kwaliteit vele malen beter. Maar je zal altijd een groep hebben die van de warmte en de charme houdt van een LP op een speler leggen. Ja, zo zal dat met analoge fotografie ook zijn. Ik heb er zelf niks mee. Ik heb ook nooit analoog gefotografeerd. Maar ik vind het wel heel erg leuk om te zien. En het hoort erbij. Ik hoop dat het blijft. Waarom vind jij fotograferen zo leuk? Ja, waarom vind ik fotograferen leuk? Nou, dat is misschien een beetje een verrassend antwoord. Fotograferen is niet een hobby van mij. Landschappen, licht, buiten zijn, de natuur, dat is eigenlijk mijn passie. En ik gebruik fotograferen eigenlijk alleen maar als een soort medium om voor mezelf dingen vast te leggen en om anderen dat ook te laten zien, om dat te delen. Ik zeg ook al, het had ook iets anders kunnen zijn. Ik had ook filmer kunnen worden of schilder of wat dan ook. Ja, dus ik ben toevallig in de fotografie terechtgekomen en ik ben daar hartstikke dankbaar voor. En ik vind het ook leuk. Maar ik zou niet zo ver gaan om te zeggen dat fotograferen mijn passie is. Nee, licht, landschappen, dat is mijn passie.